Net van Bredene naar Blankenberg op parel van de kust. Beetje te veel gebabbeld met de mensen, dus de laatste kilometers ook moeten doortrekken. Afza. Dat ik het helemaal ging doen, hè, maar nee hoor. Ik ben gisteren begonnen in Oostende. Ja, ik heb dat gezien op Facebook. Daar is ik ga te voet gaan naar Brussel. En ik hoop daar Pinkster maandag aan te komen en daar een kleine meeting houden. Omdat ik vind dat de Wetstraat niet luistert naar de Vlaamse Volkstraat. Ja. En dan gaat de Volkstraat maar naar Brussel. Hè. Dat is dus, al 30 jaar, dat is niet luisteren. Nee, deze vier. Okay. Dat is een 8. Ja. Dit is inflatie, want in binnenstad er een lagere prijs. Oh, het is goed. Dan ze hebben het op. 8 is goed, 8 is goed. Ik? Nee, waarom zouden we opgejaagd worden door vooruit? Nee, maar ook andere partijen. Hoe kijkt u naar het succes van Conor Rousseau bijvoorbeeld? Ik denk dat Conor Rousseau een klein duwtje in de rug heeft, dat is een eufemisme in de media, en hij soms wel wat rechtse praatjes probeert te verkopen, maar daar komt hem toch wel 40 jaar te laat mee. Hè. Wie heeft dat open grenzenbeleid gekeerd? Hoe lang zijn de socialisten aan de macht? En het ene ballonnetje na het andere. Maar die is toch aan de macht, hè? Die is toch federaal aan de macht? Waarom doet er hem dan niks aan? Wat is uw boodschap dan aan vooruit? Oh, ik heb geen boodschap vooruit. Zij moeten doen wat zij moeten doen als zij denken dat zij de Vlamingen overtuigen met meer migranten naar hier te halen, hogere belastingen, onze sociale zekerheid niet af te schermen en meer onveiligheid in onze steden en gemeenten toelaten. Dan doen ze dat maar. Ik denk dat de realiteit de beste propaganda is voor het Vlaams Belang.